Zo, zal ik je even introduceren dan? Top. Met een hele korte anekdote. Want de eerste keer dat ik Pim sprak, hadden we nogal wat paniek. Want toen was net de stemwijzer gededost. En wij hadden net onze routers vervangen van 1 naar 10 gigabit routers. En dan ging het naar de NAWAS. En direct daarna ging het dan weer stuk. En nog een keer en nog een keer. En toen belden we met Pim en toen hebben we op een gegeven moment ons hele AS in de NAWAS gezet. En toen ging het nog steeds stuk. Totdat we de fysieke stekkers uit de routers getrokken hadden, want die oude routers die hielden hun interface up. Dus die NAWAS kon ze verkeer niet afleveren, want dat ging dan naar de oude router. En toen dat eenmaal geregeld was, toen deed het weer. En heeft geloof ik 2 dagen lang dat hele AS van ons in de NAWAS gestaan. En dat deed het prima. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk als Pim dan een keer vertelt vanuit het perspectief van de beheerder. Zodat we allemaal met hem mee kunnen voelen. En dan vroeg je ook. En dat heeft hij gedaan. Hij wilde wel. Nou, ja. En ik zie dat er zijn al wel 30 mensen. Dus ga maar snel van start, zou ik zeggen. Top, dankjewel. Ik ga mijn schermen verdelen. Hoop dat ik gelijk de goede pak. Ja, dat is mij wel. Ja, ik ga er even vanuit dat iedereen weet hoe het werkt. Dus als je het volledige scherm wil zien, dan moet je ergens op een knopje drukken. Ergens op een knopje. Ja, en als je niet waar dat ergens is, dan vraag het maar even in de chat, denk ik. Ja, wat leuk is, is als je op de naam Pim van Stam klikt en dan kun je daarop focus doen, dan wordt Pim 2 keer zo groot als alle andere plaatjes. Wauw. En we het kunnen lezen, ik weet niet, niet of het leesbaar is voor de meesten. Maar ja, het verhaal gaat natuurlijk over de NAWAS. NAWAS is een DDoS scrubbing center. En dan is natuurlijk even de vraag van wat gebeurt er nou in een DDoS scrubbing center. Ik heb over de presentatie dus in het Engels, maar ik ga gewoon in het Nederlands praten. Mocht iemand voorkeur hebben voor Engels, dan zie ik het graag even in de chat. Vragen tussendoor mag ook. Ik zit hier om het vooral voor jullie ook leuk te maken en te kijken van kun je wat leren. Dus als er dingen zijn waar je een twist aan wil geven of vragen of wat dan ook, ga je gang. Wil je echt meer inhoudelijke vragen, dan kan het zijn dat die even naar het eind gaan. Aan het eind hebben we ook nog ruimte voor vragen. Dus wat meer inhoudelijke vragen kunnen we beter aan het eind doen. Maar tussendoor is geen enkel probleem. Ik heb wat begrippen. Ik ga er even vanuit dat de meeste mensen niet bij ISP's werken. Dus ik heb even wat toelichting op wat internetachtige specifieke dingen. En dan heb je hier een vraag van wat gaat er nou eigenlijk om in een datacenter? Nou, en dan een datacenter die heeft meer een laag van bescherming. Routers, mitigatie, een slachtoffer die moet zijn verkeer omleiden naar de scrubbing center. Heb je een ASN voor nodig of DNS? En dan moet je wat baselining hebben. En je moet natuurlijk wel even testen of het werkt. Nou ja, als je onder de DDoS aanval ligt en je wilt op dat moment gemitigeerd hebben, dan is dat gelijk de test. Dat kan. Maar weet je dan, eigenlijk al met dit verhaal, weet je nou wat er nou eigenlijk echt in een scrubbing center gebeurt? Dat is natuurlijk ook niet echt. Dus ik wil je vandaag meenemen vanavond. Zeg maar ook een beetje wat er achter de schermen, wat voor tooling wij gebruiken. Even kijken, ik kan hier verder. Dus eerst iets over wat is nou DDoS, een DDoS aanval, hoe bescherm je dat, hoe werkt het? Detectie, mitigatie, rapportage zijn de belangrijke componenten. Maar daar wil ik ook zeg maar een blik achter schermen gaan geven van hoe werkt het dan bij ons en wat doen we in de dagelijkse praktijk. Ik kan er niet al te veel inhoudelijk zeg maar, over zeggen, omdat het ook opgenomen is. Zitten wat vertrouwelijke dingen dan in misschien. Maar welke tooling gebruiken we? En we werken heel veel met open source, heel veel met Unix. Dus dat past natuurlijk mooi in deze groep.
Nou, de NAWAS is van de stichting MBEP. Ik werk zelf bij, zelf ben ik van SVSnet. Dat zal ik zo even toelichten. Maar de MBEP is een stichting van internetproviders. En we zijn in 2002 is de MBEP opgericht vanuit de NLIP, de branchevereniging van internetproviders. Daar werkte ik destijds ook. En het eerste dossier waar ik gelijk toen mee te maken had, was aftappen van internetverkeer. Dat was een hot item. En toen was in die tijd was de vraag, kunnen we dat niet gezamenlijk doen? Dat is ook gebeurd. Daar is de MBEP uit ontstaan en in 2003 met die dienst begonnen. En in 2013 kwam eigenlijk een soortgelijke vraag van, we hebben heel veel last van DDoS aanvallen binnen de hostingsector met name. Kunnen we daar wat aan doen? Het was het van, nou, dat gaan we uitzoeken. Dat is eigenlijk een soortgelijke vraag. Kunnen we daar met z'n allen niet een oplossing voor verzinnen als internetaanbieders? Daar hebben we een proof of concept gestart in 2013. We zijn dat gaan uitzoeken. Dat bleek heel succesvol. En zijn gelijk een half jaar later doorgegaan met operationeel een anti-DDoS oplossing. En dat werd de NAWAS genoemd. En dat was een beetje een wasstraat. Klonk leuk, een plaatje erbij. En dat is eigenlijk zo blijven hangen dat het ook gelijk de dienstnaam geworden is. Ja, ik zie een opmerking. Slides van de vorige en de volgende. Gaan de slides wel goed of niet? Niet helemaal lekker, denk ik, hè? Maar goed, ik zal het even in de gaten houden. Als ik wat heen en weer doe. Blijven blokjes hangen. Blokjes blijven hangen, hè? Ja. Nou, ik hoop dat het niet uitstorend is. Anders kijk ik wel even als het echt vervelend wordt. Nou, inmiddels zitten we met MBEP op een 175 deelnemers. Volgens mij is dat het actuele getal. Daar zitten meer dan 100 NAWAS deelnemers, meer dan 100 TAP-dienst en gezamenlijk is het 175. Ja, ik kan, als de echte plaatjes belangrijk zijn, dan zal ik even de screenshare uit en aanzetten. Dan komt het wel goed, denk ik. En andere dingen waar we mee bezig zijn, is een opvolgende dienst, is een anti-DDoS of een anti-abuse dienst voor abuse-afhandeling bij ISP's. Clean Networks wordt dat genoemd. En ook een soort CERT-CSERT-achtige functiecombinatie om ook het misbruik van het internet te bestrijden. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Zitten we in een proeffase. Maar dat lijkt wel aardig vorm te gaan geven. Dus waarschijnlijk gaat het dit jaar of begin volgend jaar ook operationeel worden. En dan hebben we een derde dienst erbij. Nou, zelf, wat ik zei, ben ik van SVSnet. In 2005 stopte de NLIP. En toen moest de MBEP wel doorgaan, maar er was niemand die het kon doen. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen met een compagnon. Gerard Schaapman en Schaapman en Van Stam. En dan, we doen iets met netwerken. Dus dat was SVSnet. En het enige wat we doen of deden, was ondersteuning voor de MBEP. Dus dat MBEP en SVSnet gingen zeker vanuit het begin samen op. De muis is erg gevoelig. Maar we kunnen nu ook andere dingen doen. We doen ook wat andere dingen. Vooral in projectmanagement. Ook het ontwikkelen van nieuwe diensten. Zoals dan Clean Network zijn bij betrokken. Maar ook softwareontwikkeling zijn bij betrokken. En dan kijken we vooral naar bedrijfskritische oplossingen. Die dan ook iets betekenen voor de maatschappij. Net zoals een anti-DDoS oplossing of zo'n TAP-oplossing, daar proberen we ook echt de ISP's te helpen. En daar voelen we ons goed bij. Nou, een stukje over wat is een DDoS en wat doet de NAWAS dan? Dat is een heel gevoelig de muis. Gaat dat goed? Ja,
plaatje is in ieder geval wel helder. Ik denk dat het, ik ga er even vanuit, want dat Daedalus voor iedereen op zich wel bekend is wat dat betekent. En distributed denial service. Je probeert met een hele hoop systemen het doelwit onderuit te krijgen, onbereikbaar te maken, door heel veel verkeer daarheen te sturen. Het gaat natuurlijk over het internet. We hebben het over het internet. En om dat te kunnen doen, stuur je die systemen aan. Daar heb je ook een command and control service voor nodig, die dan die systemen aansturen. En je wil jezelf als beheerder of als aanvaller wil je ook afschermen. En niet zichtbaar worden. Dus dan gebruik je een Tor-netwerk. Die command and control servers zijn vaak ook nog gehackte servers. Dus die heb je niet eens in eigen beheer. Nou, die servers die de aanval uitvoeren, dat kan een botnet zijn. Maar dat kunnen ook gewoon legitieme verkeer zijn. Daar kom ik zo even op. En ook verschillende soorten aanvallen. Nou, wat voor soorten DDoS-aanvallen zijn er dan? Dat is vooral flooding. Yahoo! En flooding is eigenlijk ook een hele, zeg maar ook de meest bekende. Gewoon heel veel verkeer sturen. Heel veel pakketjes, UDP, TCP, maakt niet uit. Via een botnet. En daar begon het eigenlijk mee met het hele DDoS verhaal. Dus heel veel systemen, heel veel verkeer laten sturen. En die systemen moet je natuurlijk opdrachten geven. Dus via de command and control service moet je een bepaald protocol hebben om die systemen aan te kunnen sturen. Vaak zijn het dan gehackte servers of PC's, vooral met de oude Windows versies. Met Trojans die geïnstalleerd werden. Nou, die worden dan vaak voor spam gebruikt, maar ook voor DDoS'en. Maar dat kom je eigenlijk weinig meer tegen. Als we echt over flooding hebben vanuit een botnet, dan is dat vooral servers die bij contentnetwerken opgespind worden. En dan gebruik je dus een DigitalOcean of een OVH, dat soort netwerken. En dan worden een aantal servers gebruikt die om verkeer te sturen. Die aanvallen zijn ook niet heel groot, maar leuk om te proberen, zeg maar. Wat nog wel speelt is een botnet vanuit IoT-devices, Internet of Things. Dan moet je vooral aan webcams denken, maar dat kan ook van alles zijn. Die dan via Mirai netwerk aangestuurd wordt, of klonen ervan. Erg populair een paar jaar terug. Komt nog steeds wel voor, maar volgens mij niet meer in die mate. De meeste aanvallen worden gedaan met een amplification. En dat zijn eigenlijk, een amplification is een protocol wat gewoon legitiem op een server gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een DNS. Ik kan op een server een DNS query doen. Dan vraag ik een DNS record aan en dan krijg ik een antwoord. En dat antwoord zorgt ervoor dat het naar de target gaat. En omdat die amplification services op UDP gebaseerd zijn, en er dus geen control is van, is het source adres ook echt het adres waar het echt vandaan komt, maar het wordt gewoon daarheen gestuurd. Als ik dan het source adres kan spoofen met mijn target adres, dan gaat het verkeer naar mijn target toe in plaats van naar degene die het daadwerkelijk aangevraagd heeft. En op die manier kun je zorgen dat DNS pakketjes van heel veel DNS servers bij één target aankomen. En wat hier dan belangrijk is, is dat er een versterkingsfactor is. Dus bij een DNS, als ik een DNS query doe met het type any, dus geef mij alle records van een DNS domein op, dan krijg ik een heel groot antwoord. Dus met een kleine vraag een groot antwoord genereren, en dat zorgt dan voor de aanval. En dat kan variëren van 1 op 50. Dus ik stuur 1 byte en ik stuur de DNS-server bijvoorbeeld stuurt 50 bytes naar mijn target.
En ik stuur 1 gig, dan krijg ik een aanval van 50 gig, bijvoorbeeld. Nou, 1 gig kun je met, zeg maar, 10 systemen die ieder 100 MB doen, makkelijk genereren. Met de Memcache, die had een versterkingsfactor van 50.000. Op het maximum. Dus als ik 1 gig weet te sturen naar Memcache servers, dan kan ik 50 tera eruit krijgen. Nou, de grootste aanval daarmee was 1,3 tera. Dus als je terugrekent, kun je ongeveer kijken hoeveel verkeer je daadwerkelijk moet sturen. Dat is natuurlijk echt niet veel. Zo heeft ieder protocol zijn versterkingsfactor, een bandbreedte. En het gemak maar weet waarmee het kan gebruiken. DNS is ontzettend populair. Want er zijn heel veel DNS-servers in de wereld die je ervoor kan gebruiken. LDAP ook. Ik snap niet waarom. Want dat heeft met Windows servers te maken. Die, dus zeg maar waar je dan op in kan loggen met een Active Directory. En dan om in te kunnen loggen moet je eerst de gegevens van de Active Directory opvragen. Nou, dat moet je eigenlijk niet zo publiek op het internet doen. Maar er zijn er genoeg. Dus hier ook een DNS key opvragen, DNS. Het leuke bij als je DNS gebruikt met security, dus met encryptie, dan beveilig je dus het internet. Dat is heel fijn. Maar voor DDoS ook heel erg handig. Want als je een DNS query doet op type any, krijg je ook alle DNS keys. Dus hoe veiliger de zone, hoe beter het is voor een DNS of een DDoS aanval. Want dan wordt het pakketje lekker groot. Verder wat ook nog, dit zijn eigenlijk allemaal, als je naar de OSI-laag kijkt, laag 2 en 3 aanvallen. Het is ook mogelijk om op laag 7 meer op de inhoud aanvallen te doen. Dat gebeurt meestal op webservice niveau, dus HTTP, HTTPS, met GET en POST. En wat ook steeds populairder wordt, is om API's te proberen te doen. Komt een quick vraag, kom ik zo even op terug. En dan dynamisch door een website heen legitieme requests doen. Kijken of je zoveel mogelijk een normale systeem kan simuleren. Dat wordt wel de volgende generatie type aanvallen. Quick protocol is ook een eigenlijk een streaming protocol wat binnen de HTTPS een beetje kan vergelijken. Dus veel streaming. Is gebaseerd op UDP in plaats van HTTP. Quick aanvallen zien we wel, maar niet zo heel veel. Wat fijn is aan het quick protocol is dat het niet zorgt voor fragments. Dat is bij amplifications vaak wel. En die fragments die doen meeste DDoS oplossingen ook draaien die de nek om. Want bij fragments is het vaak lastig om de correlatie met het originele pakketje te doen. En je moet ze een soort state bijhouden, wil je fragments kunnen relateren aan UDP. Als je helemaal geen UDP doet, is het makkelijk, want dan gooi je alle UDP weg. Maar het is iets waar wij bijvoorbeeld niet vanuit kunnen gaan. Dus wij moeten ook wel met fragments iets doen. Daar heeft Quick gelukkig geen last van. Want die, die fragmenteert niet. Die houdt de maximale berichtgrootte aan, dus meestal een MTU van 1500. Maar dat kan natuurlijk ook kleiner zijn. En daar werkt het quick mee. Dus dat is wel fijn. Ja, verder. Ik heb niet echt amplifications gezien op quick. Wel wordt het gebruikt als DDoS aanval meer dan de flooding verhaal. Even kijken, nog wat voor de engineers die niet bij een ISP werken. Even nog wat begrippen. Een ISP is eigenlijk een autonoom systeem op het internet. Die heeft een eigen netwerk. Die heeft eigen beheer over het netwerk. Eigen controle over de IP-adressen die er binnen zit. En dat kan die doorzetten naar klanten. En dat herken je dan aan een AS-nummer. Waar bijvoorbeeld 2000+20. BGP, Borderless Gateway Protocol. Voor degene die niet bekend is met de BGP, het is internetrouteringsprotocol.
Eigenlijk heel plat gezegd, daarmee vertelt ieder AS, dus iedere ISP, tegen ieder aangesloten of iedere verbonden andere partij van welke adresblokken de ISP heeft. En als je dat van al jouw andere peers ontvangt, dan kun je daarmee een totale lijst maken van IP-blokken van de hele wereld. En het BGP zorgt ervoor dat de route van een bepaald IP-adres naar een ander over het internet gedaan wordt. Dus dat is eigenlijk de basis voor het hele internet. En een prefix noem ik vaak, dus is eigenlijk gewoon een IP-blok in de zogenaamde SIDR-notatie, zoals die daar staat. Een denial of service, DDoS, distributed denial of service, is natuurlijk een bekend begrip inmiddels. Maar soms wordt het wel eens verward met proberen ze dan mijn server te hacken of in te breken of wat dan ook. Nee, daar gaat het niet om. Een DDoS is echt bedoeld om een dienst onderuit te halen. Dat kan dus ook zijn om de lijn te overbelasten naar die server. En dat kan zelfs op IP-adressen gebeuren die helemaal niet bestaan, bijvoorbeeld. Maar een ISP kan wel onderuit gaan. Het kan dus ook zijn dat een aanvaller probeert de DNS-servers van de ISP onderuit te halen. Om zo een of andere webserver onderuit te halen. Dan is de DNS niet doelwit, maar een andere service. Maar het is wel heel effectief. Nou, wat ik zei, een amplification attack komt het meeste voor. Dat is een reflectie van het verkeer. Ik stuur een DNS query met gespoofd adres van het target. En dat verkeer wordt door de DNS server, het antwoord wordt dan gestuurd naar dat gespoofde adres. Dus naar het doelwit. En belangrijk daarbij is bij zo'n aanval de versterkingsfactor. Dus mathematisch een reflectie keer versterkingsfactor, dat maakt een amplificatie. De NAVAS, hoe ziet de NAVAS er globaal uit? De rondjes in het midden zijn routers. We hebben natuurlijk routers die aan het internet gekoppeld zijn. Normaal gesproken koppel je aan de router ook je transit, je peers, transit of de internet exchanges. Transit moet je voor betalen. Internet exchanges, een uitwisseling met peers, dus betaal je meestal niet voor. Wij hebben daar echter al een eerste laag bescherming voor. Dus we zitten er met switches en mitigatiedevices voor. Om het grootste bulk van het verkeer weg te halen. We noemen dat Noord, West en Zuid. Ik neem aan dat jullie bekend zijn met cloud computing. En waarom cloud computing cloud computing heet. Dat is gewoon heel simpel. We tekenen als engineer een plaatje als dit. Als het netwerk niet van jezelf is, teken je een wolkje. Zo zijn we dat gewend om dat te doen. Een wolkje aan de onderkant, een wolkje aan de bovenkant. Nou, op zijn Engels heette dat cloud. En cloud computing is ontstaan. Gewoon omdat we dat zo ooit bedacht hebben om dat zo te tekenen. Nou, de marketeers gaan ermee aan de gang en je krijgt hele leuke effecten. En als je niet aan cloud computing doet, nou dan hoor je er niet bij. Maar dat is natuurlijk eigenlijk cloud computing is eigenlijk al iets wat zo'n 100 jaar doen ongeveer. Niet alle computers zijn voor jezelf, sommige zijn ook van een ander. Nou, en hetzelfde verhaal geldt voor Noord, West en Zuid. Waarom heet een deel van de infrastructuur Noord en een deel Zuid? Niet omdat het in het noorden ligt geografisch gezien, maar omdat in de tekening zo getekend is. Dus ik ben gewend om in de tekening alles wat van buiten komt in het noorden te tekenen, bovenaan. En alles wat eruit gaat, onderaan. Nou, dus hier dus ook. Het verkeer komt binnen. De NAVAS is Scrumming Center. Die krijgt dus vooral verkeer en stuurt weinig. Het gaat er doorheen. En het verkeer wat teruggestuurd wordt vanuit een ISP, gaat via zijn eigen netwerkverbindingen. Dus eigenlijk hebben wij alleen maar inkomend verkeer. Dat krijgen wij zowel vanuit het noorden als het westen in de tekening. En we kunnen zelf ook testverkeer genereren. Dat gaat door een scrumminglaag heen.
Dat wordt intern gerouteerd door de verschillende datacenters. Dat gaat door een tweede scrumming laag heen en dan wordt het afgeleverd op internet exchanges waar ook de deelnemers aan verbonden zijn. En we hebben het platform zo gemaakt dat het inkomende verkeer en het uitgaande verkeer volledig gescheiden is. Dus wij verbinden onze deelnemers het liefst via internet exchanges. Dat zijn er heel wat. We hebben in Amsterdam, of in Nederland, de AMZIX en de Analyx en DC Spine. Maar we hebben ook links in Londen bijvoorbeeld. In Italië hebben we 3 exchanges. Dus in Milaan, Turijn, Rome. En we werken ook met point-to-point verbindingen via netwerkleveranciers als een Epsilon, Megaport en DC Spine ook. Daarmee kunnen we connecten. Dat zijn dus private connecties met onze deelnemers. Die gaan dus niet over het publieke internet. Je kan dus ook niet via de schone kant van de infrastructuur een ISP aanvallen, want dat gaat altijd dus door de publieke kant heen. Dat is gewoon niet mogelijk. Zo is het gebouwd en dat is heel effectief qua methode. En wij proberen eigenlijk overal te komen waar onze deelnemers zitten, zodat er altijd wel een verbinding mogelijk is. Dat is het idee. Vervolgens wordt het hele spul dus beheerd vanuit allerlei diensten en services. Daar laat ik zo meteen nog wat van zien. Nou, wat is dan een mitigatie of het scrubben? Dat 3 aspecten, detectie, mitigatie en rapportage. Je moet natuurlijk eerst weten of er een aanval is. Dat kan met de hand of geautomatiseerd. Steeds meer partijen gebruiken een DDoS detectietool of een detectietool. En gebeurt het geautomatiseerd. Normaal gesproken heeft een ISP in het plaatje. Ik zal het plaatje even opnieuw doen, want dit is niet fijn. In het plaatje heeft een ISP meestal gewoon zijn eigen verbindingen op transit of internet exchanges. Die adverteert dan ook zijn prefixen, zijn blokken naar het internet. Op het moment dat een DDoS gedetecteerd wordt, dan adverteert een ISP zo'n prefix via de NAWAS. De Zuidoostas. En daar is eigenlijk het toverwoord met de more specific een prefix adverteren. Dus als een blok kleiner is dan wat een ISP zelf op het internet adverteert, dan heeft dat voorrang en gaat het via de NAWAS en dan komt het verkeer via de NAWAS en wordt dan schoongemaakt en doorgestuurd naar de deelnemer. Dat is hoe het werkt. Heb je een prefix met gelijke lengte, dan wordt het even een ander verhaal. Dan moet je hem zelf stopzetten naar je eigen transitpartijen. De detectietool, die werkt met baselines als het een DDoS detectietool is. Dus die weet wat het schone verkeer is. En bij een afwijking stuurt hij het verkeer via de NAWAS. False positives is niet erg, want als het per ongeluk een keer via de NAWAS gaat, is er niks aan de hand. Het verkeer wordt direct doorgestuurd en komt ook gelijk weer binnen. Er gaan geen pakketjes verloren in principe. Dus dat is niet erg. En dat is dan beter dan zeg maar een false negative. Dus dat een DDoS niet gezien wordt. Maar met het baseline learning zit daar wel een. Dat is soms wel lastig om dat goed in te regelen. Het mooie van dit verhaal is dat als er een aanval is, dan hoef je niet ons, dus de NAWAS, te bellen van ik heb een aanval, kun je me helpen? Je adverteert gewoon die prefix en het werkt gelijk. Er hoeft niks omgezet te worden. Dus bij het omzetten van zo'n prefix met de more specific, dat werkt bijna instant. Dat merk je zeker binnen een seconde, maar daar komt het meeste verkeer al binnen en dan met enkele seconden zou toch alles binnen moeten zijn. De meeste vertraging voor de detectie zit in het detectiesysteem en de ene staat wat beter in dan de ander. En verder kun je wat vertraging hebben
doordat het via de navels loopt en er een latency kan ontstaan door de navels, omdat het verkeer geïnspecteerd moet worden. Dat is echt heel minimaal. En voor heel wat partijen is soms de route via de navels sneller, omdat wij alleen maar de tier 1 transitpartij hebben en wij direct in de core zitten van de transitpartij die we hebben. Want zij zijn niet blij met een paar honderd gig afleveren op een van hun edge datacenters. Dus wij zitten bij hun direct in de core. Dus voor sommige partijen is het via de navels routeren zelfs sneller dan het zelf ontvangen. Dus vertraging, zeker in Nederland, voor het gebruik van de navels is minimaal. Bij partijen in het buitenland, dus Italië of Engeland, zou het kunnen zijn. Ja, verder, je hoeft dus niet te bellen als je onder aanval ligt. Gewoon omzetten. Wij zien, dat is dan zeg maar het volgende verhaal. Wij zien die aanval binnenkomen, wordt gemitigeerd. Ik ga er even wat sneller doorheen. Ik klets een beetje te veel, geloof ik. Anders missen we het echt leuke deel. Er wordt het gemitigeerd. De mitigatiedevices, die kennen DDoS'en. Dus die weten precies hoe ze bij een bepaald soort DDoS dat moeten mitigeren. En het hangt even af van het soort DDoS, hoe dat gebeurt. Zo'n amplification, veel UDP. Wij kunnen er niet van uitgaan dat een webserver geen UDP doet. Hoewel dat dus vaak wel zou kunnen zijn. Maar een webserver doet bijvoorbeeld, kan ook time NTP doen. Gewoon voor de tijd. Of DNS. Om zelf DNS queries te doen. Dus we kunnen niet zomaar alle UDP filteren bijvoorbeeld. Dus er moeten wel slimmigheidjes in zitten van hoe hou je het schone en het vuile verkeer uit elkaar. Nou, dat kan bijvoorbeeld bij challengen. Ik ga er even vanuit dat iedereen wil weten hoe TCP werkt. Hè, met de SYN, de SYN-ACT en de ACK. Als je zegt van nou, er komt een SYN binnen. Ik stuur een SYN-reset. Dan moet een client een nieuwe SYN sturen om de verbinding alsnog op te bouwen. Botnets doen het niet, gewone systemen doen het wel. Gebruiker merkt het niet. Maar het is een hele effectieve manier om SYN-floods tegen te gaan. Dat geldt TCP-ACK en SYN-ACK. Er zijn vergelijkbare manieren voor. Ook een webserver kun je bijvoorbeeld zeggen HTTP, hoewel dat minder voorkomt, steeds minder voorkomt, kun je zeggen van nou, ik doe een 302 redirect. Dus dan wordt zo'n website even omgeleid, moet de client nog een keer langskomen. En komt hij dan nog een keer langs, dan wordt hij gewoon doorgestuurd. Komt hij niet meer langs, ja, dan was het kennelijk een botnet. Heel effectief om DDoS'en te mitigeren. En dan filter je eigenlijk niks. Dus een beetje blacklisting, whitelisting. Andere manieren zijn filtering. Of content inspectie. Dus bekende patronen die voorkomen. Waar we ook wel kijken naar kijkers bij TCP van window size of message size. Of dat soort dingen. Sequence numbers, die sequence nummer met alleen maar één, weet je zeker van dat het foute boel is. Je zo wegfilteren, dat soort dingen. Dus er komt heel veel intelligentie bij kijken om een DDoS te filteren. Op dit moment doen we dat op drie niveaus. Eerst bij de hele grote aanvallen wordt met een grof filter gewerkt om het terug te brengen naar wat de mitigatiedevices kunnen. Dan wordt de eerste mitigatiedevice die veel verkeer aan kan. En min of meer grof. En dan vindt er een fijnere laag die heel gedetailleerd naar het verkeer kan kijken. Wat we toe gaan voegen is ook inspectie op webniveau, webserverniveau, dus HTTPS verkeer, in de encryptielaag, want dat kunnen we nu niet. Voor partijen die dat willen. En wat we ook binnenkort kunnen is het mitigeren bij de transits. Dus dan kunnen de transits voor ons filteren. En dan kunnen we echt naar het terabit niveau om DDoS'en te mitigeren. Wat er gebeurt bij een aanval, daar heb ik wat plaatjes van ook straks. Is dat
wij krijgen van een prefix die geadverteerd wordt een melding. En we krijgen als we een dedos zien een melding. Gecombineerd is helemaal leuk. Maar het kan dus zijn dat de prefix geadverteerd wordt met een false positive. Dan melden we dat ook. En als er een dedos is, dan gaan we kijken of alles goed gaat. Dat gebeurt automatisch, dus vanuit het NOC. Daar hoeft de deelnemer niet voor te bellen. En als er dan wat aangepast moet worden, dan doen we dat. Dus het kan getuned worden. En we rapporteren bij elke aanval. Ja, het plaatje gaat bijna goed. Dus na elke aanval wordt er gerapporteerd over die aanval. Omdat we hem toch geanalyseerd hebben. En dat is een rapportage op wat hoger niveau. Dus een DNS amplification met een LDAP amplification. Dat zijn de begrippen. Met een plaatje erbij. Hoe groot het was, hoe lang het geduurd heeft. Dat soort dingen. We hebben ook een webportaal waar je al die aanvallen terug kan zien. Waarbij je ook de contactpersonen kan wijzigen en dat soort dingen. En wat we ook kunnen, en dat is vrij uniek, is dat we hebben S-flow data. Dus flow data van ons inkomend verkeer. Veel ISP's werken ook met flow data. En wij kunnen de flow data, die kunnen wij uitsplitsen naar het inkomend verkeer per deelnemer. Dus dan kan een deelnemer kan de flow data van ons krijgen, van het inkomend verkeer, op zijn eigen netwerk monitoring systeem. Het idee daarbij is dat op het moment dat je een aanval hebt, je hebt je eigen netwerk monitoring, je ziet je eigen verkeer. Op het moment dat je het wegstuurt naar de NAWAS en het wordt gefilterd, zie je niet meer, krijg je alleen het schone verkeer, zie je niet meer wat gebeurt. Door de S-flow van ons erbij te zetten, heb je dus volledig inzage in het verkeer. Kun je zelf dus ook de DDoS analyseren. En ook het moment waarop een aanval over is, kun je zien voor het terugtrekken van de prefix. Dus dat is heel handig. Goeie vraag. Wordt zo'n flow, wordt dat een HIFL data? Ja, als we het de flows niet gesampled zouden doen, zou het heel veel verkeer zijn. Want het is een header van elk pakketje. Bij 1 miljoen pakketjes per seconde, dan wordt dat dus ook 1 miljoen samples. Maar wij hebben uiteraard een sampling rate erop. Normaal gesproken, als je flow sampled, doe je dat met 1 op 1000 ongeveer. En als je het heel nauwkeurig wil hebben, doe je het 1 op 100. Maar 1 op 1 komt eigenlijk niet voor, volgens mij. Nou, wij hebben een sampling rate van 1 op 32.000 of 1 op 64.000. Om het wel beheersbaar te houden. Dat is heel grof. Maar ja, dat is nauwkeurig genoeg om te meten. Bij hele kleine aanvallen, dat merk ik wel in de praktijk, is dan het volume van het verkeer niet meer nauwkeurig. En we kunnen ook aanvallen van 200, 300 MB mitigeren. Of van nog minder. Maar dan is de flow data niet meer nauwkeurig genoeg om je verkeersanalyse te doen. Wij doen dat dan ook op andere manieren. Maar voor de statistieken van het verkeer bij een aanval is die sampling rate goed genoeg. Nou, wat we verder doen is ook rapporteren op meer richting het publiek. Per kwartaal en per jaar. Binnenkort komt het jaarrapport van 2020 eruit. En dat wordt altijd wel goed gelezen. Wat we verder willen, we kunnen dus flow data naar onze deelnemers sturen. Maar we willen ook alerts naar de deelnemers sturen bij een aanval. Dat gaat dus naar ons NOC toe, dat zien we zelf. Maar het schijnt dat deelnemers dat ook wel fijn vinden om die alerts te krijgen. Ik denk, ja, maar je hebt het toch zelf al naar de NAWAS gestuurd. Dus je weet het toch in principe. Waar moeten wij je dan waarschuwen? Maar het heeft twee doelen eigenlijk. De ene is dat de alerting intern, als je bepaalde tools die alerten niet zo goed, zeg maar, is wat lastig. En de tweede is, dus dat is handig dat wij het kunnen doen. En het tweede is dat je dan ook zeker weet dat die bij de NAWAS ook binnengekomen is. Dus dat is wel handig. Je krijgt een alert van jezelf en van de NAWAS. Dan weet je dat het loopt. En de verzoek die we ook wil krijgen is voor de S-flow van het uitgaande verkeer.
En dat kan handig zijn om het verschil ook te kunnen meten. Dat was even de mitigatie. Nou, en dan meer een kijkje naar binnen toe. Ik kijk even of we nog wat vragen. Ze blijven hangen. LDAP, Memcache. Full speed, full port. Eigenlijk LDAP en Memcache horen in mijn beleving ook helemaal niet op het internet thuis. Ja, hier is de vraag, kun je zelf bij de amplificatiepoorten zelf ook rate limiten? Ja, dat kan, maar als jij een 10 gig poort hebt en je krijgt 40 gig UDP amplification verkeer voor je kiezen, ja, je kan het wel rate limiten op die 10 gig, maar die andere 30 gig blijft ook nog komen. Dus je poort zit vol voordat je het kan rate limiten, dus dat heeft niet zo heel veel zin. Of je moet heel veel verkeer nemen. We hadden ook wel partijen die hadden een aparte 10 gig poort voor DDoS aanvallen. Nou, die kun je gelijk opruimen, of een 100 gig tegenwoordig. Want als je een 100 gig poort hebt om een DDoS aanval te kunnen afvangen, dan kun je beter NAVAS gebruiken, dat is goedkoper. Dus ja, waarom zou je dat gaan doen? En dan heb je alleen nog maar rate limiting of wat dan ook. Dus dat is wel even goed om naar te kijken. Volgens mij ben ik dan door de vraag heen, behalve die 1, die komt later. Misschien is die 1 nu ook al goed, want je hebt daar eigenlijk al wat over gezegd. Het gaat namelijk over de hoeveelheid verkeer. Oké, algemene vragen krijgen we onder de 1 gig, ja. Ja, dus dat betreft dan het omleiden van het verkeer. Daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Als het verkeer niet omgeleid wordt bij kleine aanvallen, dan kunnen wij het ook niet mitigeren. Maar ja, een laag volume, dat ligt aan de baselining. En de baselining kun je zo strak maken als je wil. Hangt wel van de tool af. Een strakke baseline kan zorgen voor meer false positives. Dus er zit een balans in. Maar dat hangt heel erg af van de wispelturigheid van het verkeer of de baseline goed gemaakt kan worden. Maar het is dus niet de NAVAS die dat niet detecteert, maar de S-flow tooling van de bij de deelnemer. Precies. Ja. En als die deelnemer het zelf detecteert, zou dit ook zou dit dus ook met de hand kunnen omzetten. Dus zeggen, nou, ik lig onder aanval, mijn tool die detecteert het niet goed. Zorg ervoor dat je altijd een manier hebt om het ook met de hand te kunnen mitigeren. We kunnen daar eventueel zometeen ook wel gewoon met vraag-antwoordspel, gewoon met geluid even over discussiëren als dat nodig is of gewenst. Ja, dat kan. Maar voor nu is dat denk ik even genoeg. Zit er kwart over. Heb ik nog 10 minuten, klopt dat? Ja hoor, je kan nog wel even doorgaan. Ja, oké. Okay. Zolang niet iedereen begint te gapen, is het goed, hè? Dus als je, zeg maar, daarom zijn al deze mensen nog een video aan. Als je dan iedereen ziet gapen, dan wordt het er misschien een beetje tijd om. Okay. En anders roep het maar hoor. Je kan ook gewoon roepen sneller of weet ik veel wat. Ik zit op welke sheet zit ik? Nou, dan gaan we wel een beetje richting uit. Maar dit is op zich interessant. Wat gebruiken we aan tooling? We zijn een Unix club. Zelf zit ik al, ik heb eigenlijk mezelf niet geïntroduceerd, maar ben ik sinds 1990 werkzaam, dus dat is al even. En vanaf het tweede jaar dat ik werk, dus sinds 1991 ongeveer, heb ik met Unix systemen te maken. Dus dat is nu zo'n 30 jaar Unix ervaring. Zometeen zie je ook wat systemen en zo. We hebben natuurlijk wel een Windows systeem voor de boekhouding. Maar daar blijft het ongeveer bij. Windows beheer besteden we ook uit. Ja, en het liefst zit ik zelf ook op de command line. Toen de muis kwam, deed ik er langer over om aan de muis te wennen dan ons eerste kindje wat we hadden. Die was er sneller in. Maar ja, waar heb je de hele muis voor nodig? En vaak is dat nog. Dan heb je allerlei tools en zo. En zit ik van, waarom doe ik dit eigenlijk nog steeds op de command line? Ja, omdat het veel makkelijker typt met zo'n klappenbord. Dus daar ben ik wel van thuis.
Nou, dat hebben we hier zelf ook. Even kijken hoor, ik ga te hard. Zie je, daar heb je het weer met die muis. Ik kan beter de toetsen gebruiken, die gaat veel harder dan ik. Op servers, servers die we hebben, werken vooral met virtualiseerde servers met VMware. We gaan steeds meer containers gebruiken. Dus Docker uiteraard, begint iedereen mee. Maar we zijn nu de overstap aan het maken naar Kubernetes. En dat doen we dus voor het Clean Networks, dus de nieuwe dienst die we leveren. Maar ook om verkeer te genereren, bijvoorbeeld deze verkeer willen we graag ook zelf kunnen testen. Dat kunnen we nu met behoorlijk wat lijncapaciteit. Maar daar willen we bijvoorbeeld een DNS kunnen testen. En dan zou het fijn zijn als je gewoon een paar honderd verschillende systemen een DNS-query kan laten doen. Alsof het dus echt uniek gegenereerde DNS-queries zijn. In plaats van een tool als een Haping, wat we ook gebruiken. Mocht je dat niet bekend zijn, Haping 3 op internet zoeken. En zijn leuke tools. Daar doen we nu het meeste mee. We gaan ook, zeg maar, op encryptiemethode laag 7 detecten doen. Gebruiken Web Application Firewall technieken voor om verkeer te kunnen inspecteren en op die manier een goed foutbeslissing te kunnen nemen. Dus de WAF. En die kan je ook heel mooi gedistribueerd gaan doen tegenwoordig met, kijk, daar komt de link al, met Kubernetes. En van de monolithische systemen zie je nu dus de overgang ook naar containersystemen. Dus daar gaan we ook in mee. Voor de servers is ons voorkeurs OS Ubuntu. En sommigen die hebben CentOS omdat Red Hat compatibility nodig is. Nou, wat gebruiken wij voor management van de hele zaak? We gebruiken uiteraard de mitigatie devices, dat zijn appliances. Een appliance hoeft niet per se klein te zijn, maar dat kan ook heel erg groot zijn. Die gebruiken we. We werken met grafieken voor statistieken van het verkeer. Het liefst met SNMP, want dat is betrouwbaar. Een counter van packets werkt beter dan flow data bijvoorbeeld. Dus we doen heel veel met SNMP voor verkeersstatistieken. Flowdata gebruiken we veel voor het monitoren en het analyseren van het verkeer. Daar hebben we dan ook commerciële tools voor. Wat we ook gebruiken is extra BGP. Daar kom ik zo even op. Om zeg maar de wijzigingen van prefixen bij deelnemers te kunnen detecteren. Dus als er een prefix geadverteerd wordt, dan zien we dat met een extra BGP systeem. En daar kunnen we dan van alles mee doen. En extra BGP is een BGP daemon. Dus die kan het taaltje. Maar die werkt voor de Unix gebruikers bekende termen gewoon met standaard in en standaard out. Dus de BGP, de extra BGP, die kent de BGP taal. En de daemon die werkt met standaard in, standaard out. Dus wil je prefix adverteren op het internet, dan stuur je dat naar die daemon via standaard in. Dus je hebt een scriptje, dat doet standaard out. Dat gaat naar de daemon. En wil je zien wat er gebeurt, dan gaat het naar standaard out. Dus je kan er een scriptje aankoppelen. Die krijgt gewoon BGP wijzigingen door van de extra BGP. En daar kun je voor alles mee doen, alles wat je wil. We hangen daar Python scripts aan. Dus je krijgt gewoon als input op jouw script, krijg je de BGP-wijzigingen. Ja, en dan kun je natuurlijk helemaal los. Mensen die Python kunnen programmeren of welke willekeurige andere taal. Die kunnen er van alles mee doen wat je wil. Nou, laat ik zo even zien, want daar hebben we een heel slim systeem, vind ik zelf, voor bedacht. Nou, visualisatie is natuurlijk een heel belangrijk ding. We sturen rapporten, grafieken in de gaten houden. Wat gebeurt er, zeg maar? Dat deden we met RAD, Round Robin Database. Zet die SNMP-counters erin, maak er grafieken van. Vrij statisch, want dat doe je dan op een uur, een dag, een week, een maand.
Maar dat hebben we nu helemaal in Grafana. En Grafana hebben we ook gekoppeld, dus aan de ene kant met de verkeersstatistieken, maar aan de andere kant ook met prefixwijzigingen en dat soort dingen. Laat ik zo even een plaatje zien wat daar het effect van is. Nou, de logging, we gebruiken Elasticsearch. Heel handig daarvan is dat alle systemen die hebben logging aan, gaat naar één logserver met Elasticsearch. Aan de ene kant is dat dus veilig. Als het systeem gehackt wordt, heb je altijd een log. Ook de login pogingen en dat soort dingen. Maar ook de logs van de mitigatiesystemen. Dus stel, er zegt iemand, ja, ik gebruik de NAWAS, maar ik heb last van de NAWAS op dit en dit IP-adres. Kunnen jullie zien wat er gebeurd is? Nou, dan kijken we in Elasticsearch. Zoeken we dan op dat IP-adres in die periode. En dan krijgen we van alle systemen de logmeldingen. En op die manier kun je heel makkelijk correlaties maken. Sowieso is er wat gebeurd en door welk systeem. En zit er een correlatie tussen wat de ene doet en wat de ander doet. Nou, dat zou je ook, wordt ook veel gebruikt natuurlijk voor hackingachtige dingen. Logins op verschillende systemen van verschillende IP-adressen op hetzelfde tijdstip. Nou, dan weet je dat er dingen aan de hand zijn. Zover zijn wij nog niet met Elasticsearch, maar dat is wel wat we ook willen gaan doen. Wij gebruiken het nu vooral voor de analyse van wat doen de mitigatiesystemen. Nou, bij Elasticsearch wordt Kibana als grafische tool. Dat gebruiken wij niet zo erg, omdat wij daar vooral Grafana voor gebruiken, voor de grafische tooling. Nou, en dan, het scherm gaat goed, geloof ik. Ja. Oh, de laatste regel hoort helemaal niet bij. Ik ben nog vergeten wat weg te halen. Die staat ook half op het scherm. Binnen de tooling gebruiken wij dus heel veel Python. Voor de geadverteerde prefixen, voor de DDoS-meldingen uit het systeem, combineren ervan. En voor het inrichten van filters bij de mitigatiesystemen op het moment dat er een prefix binnenkomt. En ook bij een nieuwe deelnemer willen we ook steeds meer gaan werken naar geautomatiseerde zetten van profielen in de mitigatie devices. We hebben inmiddels zoveel deelnemers, zoveel prefixen die mogelijk zijn. Dat zijn er echt duizenden. Dat de devices niet meer alles in filters kunnen hebben. Dus we moeten dat dynamisch doen. En daar gebruiken we dus heel veel Python voor om alles te automatiseren binnen onze omgeving. We werken ook met een dissector. Dat is een project bij Universiteit Twente, geloof ik, in samenwerking met de SIDN en met ons. Om DDoS patronen te herkennen. Veel DDoS die hebben hetzelfde patroon. De dissector die herkent een patroon in plaats van dat er iets aan de hand is. En dan weet je ook gelijk hoe je dat moet filteren. Dat is eigenlijk hoe antivirus systemen werken. Die werken met een patroonherkenning. En dan zie je dat er later zeg maar wat meer andere logica toegevoegd is. Nou, bij DDoS werken we eerst met hoe afwijkend is het verkeer. Maar eigenlijk niet van is een bepaald type DDoS bekend, ja of nee. Nou, daar werken we aan. En dat kan best wel eens impact gaan hebben. Nou ja, verder gebruiken we de tools die elke netwerk engineer gebruikt. Ga ik even uit. TCP, Dump, Wireshark, Traceroute, Ping, werkt alles. Looking Glasses zijn ontzettend handig. De NL-log Looking Glass gebruiken wij heel veel. Dan zie je vanuit meerdere systemen zie je gelijk of een route goed geadverteerd wordt. Nou ja, suggesties zijn natuurlijk altijd welkom voor leuke tools die zou kunnen helpen. In de basis wat wij gebruiken, dit is het laatste topic met wat plaatjes, is dat wij een messagebus gebruiken. En
We willen zoveel mogelijk af van monolithische grote systemen die alles doen en waarbij je 20 jaar aan het programmeren bent om het voor elkaar te krijgen. Projectplan maakt waar je 3 jaar mee bezig bent om een eerste versie op te kunnen leveren. Agile nog nooit van gehoord, laten we vooral waterval doen. En we weten nu al wat we over 5 jaar willen hebben, dus dat gaan we maken. Dat willen we niet. Je ziet ook bij mitigatie wordt ook wel zeg maar het containerbegrip en kleine behapbare brokken. Dat hebben we hier ook. Dus als je een prefix binnenkomt, dus iemand adverteert een prefix op de NAWAS, dan is dat gewoon een actie. Ja, do one thing, do it well. Dus er komt een prefixwijziging binnen met de extra BGP. Die ziet, hey, er komt een prefix binnen. En het enige wat hij doet, is hij zet op de bus. Er is een prefixwijziging. Succes ermee. Dat kan dus een prefix adverteren zijn. Dat kan een terugtrekken zijn. Een ander systeem die ziet dat er een DDoS-aanval loopt. Dus die meldt op de bus, er is een DDoS-aanval of hij is gestopt. En op die bus kunnen dan andere applicaties met die acties die erop komen, dingen doen. System B. Dus die busstructuur is voor ons... Nou, gaat het niet goed. Dus die busstructuur is bij ons eigenlijk de core van het hele management. En dat de meeste dingen zijn dus prefix gerelateerd, dus onze deelnemers met een AS-nummer, of AVAS gerelateerd. En daar kan van alles mee gebeuren. Als we bijvoorbeeld de split flow gebruiken, dus de S-flow willen splitten in de S-flow voor de deelnemer, dan kennen wij ze niet op voorhand. Er zijn ook, als dat bekend is... partijen die multi-homed zijn. Die kennen wij ook. Dus het kan zijn dat een bedrijf aangesloten is op 2 internetproviders. En het kan dus ook zijn dat die 2 internetproviders allebei van de NAWAS gebruik maken. En dan is het net wie op dat moment de afspraak heeft met die partij om een DDoS te mitigeren, wie van die 2 dan die prefix adverteert. Dus het hoeft bij ons op voorhand helemaal niet eens bekend te zijn welke partij een bepaalde prefix adverteert of zou mogen adverteren. Dus dat zien we pas als die geadverteerd wordt. Maar het is wel fijn als bijvoorbeeld die S-flow data wel naar de juiste partij gaat, naar degene die het ook adverteert. Dus dat weten we pas op het moment dat het geadverteerd wordt. Nou, dus 1 systeem die zet dat op de bus. En er is een andere applicatie, die zit alleen maar naar de bus te luisteren. Komt er een prefix voorbij. En die past dan de split flow aan. En weer een ander systeem. Die luistert naar de bus. En die zegt, hey, het is wel handig om het NOC even een berichtje te sturen. Dus die stuurt een mailtje of een app naar de telefoon. En een derde systeem die zegt, hey, het is wel handig dat de switches aan de voorkant het verkeer voor deze partij kunnen tellen, want de SNP-tellers zijn veel nauwkeuriger dan de flow data. Dus die zetten de SNP accesslist goed, zodat dat geteld wordt. Op die manier zijn al die elementen die van alles doen, zijn zeg maar gekoppeld aan die bus. Wat we ook hebben, meer voor test, kijken of het werkt, is om het publieke adverteren van prefixen te zetten we ook op de bus. Dus een aparte daemon die kijkt naar de publieke advertisements, gaan op de bus en die kunnen er ook, die komen Elasticsearch en die kunnen dus ook grafisch maken met Grafana of met Kibana. Daar heb ik een plaatje van zo. En dan weten we eigenlijk van hoeveel prefixen worden er nou geadverteerd eigenlijk op het internet. Nou, dan even kijken hoor. Ik denk dat, ja, nog 3 plaatjes. Dit is eigenlijk een compositie van de tools die we gebruiken. Dus links in het midden hebben we de extra BGP. Die krijgt informatie van uit de NAWAS zelf.
Vanuit boven gaat de DDoS aanvals informatie gaat naar de RabbitMQ. Dat is de busstructuur. De extra BGP, daar zit tooling van onszelf. Om dus van die BGP naar busstructuur, busmessages te werken. Dat MQ-BGP zit ook in GitHub. Vanuit die RabbitMQ, dus vanuit die busstructuur, gaat het naar Elasticsearch toe. Dus alle prefixwijzigingen komen in Elasticsearch terecht. Dat gaat via Matrix. Ja? Refresh hem nog even, want dan is het net wat rustiger om naar te kijken. Heel goed. Maar het is wel een heel interessant plaatje op zich, vind ik. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan van vinden. Nou, Guido is er vandoor. Zo, dus die berichten die krijgen wij ook in de Matrix op de smartphone. En wat ontzettend handig is, we krijgen dus een prefix op de smartphone. Iemand adverteert deze prefix. Even later komt er dan een bericht, er is een DDoS aanval gaande. En deze aanval, de top 3 gebruikers van het verkeer op de NAVAS zijn deze. Meestal is dan de eerste degene die aangevallen wordt. En als je dan daarvoor ook een advertisement hebt gezien, dan is 112. En dan weet je wel hoe laat het is. Heb je nog geen tool aangeraakt? Je zit gewoon op je telefoon te kijken. Nou, wat ik zei, die split flow die wordt tegelijk aangeslingerd en wat andere dingen. En dus voor de statistieken en de verkeersanalyse hebben we dus S-flow en SNMP. En dat komt allemaal Grafana. En dit is dan hoe het eruit ziet ongeveer bij ons. We deden dat met RAD, met de RAD-crafts. Ontzettend eenvoudig, maar heel effectief plaatje. Groen is het, rood is het verkeer wat binnenkomt. Groen is het verkeer wat eruit gaat. Het groene plaatje ligt bovenop het rode plaatje. Dus als er net zoveel uitgaat als er inkomt, is het groen. En als er gefilterd wordt, dan is het rood. Nou, dan zie je precies wat de DDoS was. Bij de bovenste plaatje zie je dat er even een inleermomentje was. Dus dat niet gelijk al het verkeer gefilterd werd, maar dat er even een minuut nodig was om het helemaal goed te krijgen. Het is heel visueel, heel duidelijk van wat er gebeurt. Nou, we doen dat nu tegenwoordig helemaal Grafana. En daar hebben we ook de prefixwijzigingen bij. En in dit geval zie je van om 7 uur kwam er een prefix op. En gelijk is er ook DDoS-verkeer. Nou, dan weet je ongeveer wel op welke prefix die aanval gericht was. En dat zie je hier, hoe laat is dat? 20 over 8 zie je dat ook bijvoorbeeld. Nou, als je dat lijntje niet ziet, dan weet je dat die prefix er al op stond en dat het dus een aanval is op een bestaande prefix. Volgens mij zien wij het dus precies niet. Nou ja, wat ik zei, nu is het wel te zien, denk ik, 7 uur, 1900 uur. Dan zie je een lijntje en dan zie je gelijk de DDoS beginnen. Die lijntjes zijn prefix, advertisement en withdrawals. Als je op dat driehoekje staat, dan kun je ook zien welke prefix het is. Ja, het is gewoon een statisch plaatje, dus niet hier. Kan ook niet natuurlijk. En om 20 over 8 zit ook een lijntje, een DDoS. Nou, die horen gewoon bij elkaar. Voor ons heel effectief om te zien wie wordt er aangevallen en wat is er ongeveer aan de hand. En dat gat daartussen is dat het even gestopt is. Ja, ja. In dit geval zijn het ook twee verschillende aanvallen overigens. Dat is heel typisch, toch? Dat het echt een bepaalde periode is en dan even niet en dan weer een bepaalde periode wel. Nou, ja, dat hangt er even vanaf. Wij hebben ongeveer nu gemiddeld 9 aanvallen per dag. Soms hebben we er meer. Dat is gemiddeld. Dus dat ze zo kort op elkaar liggen, soms is het gewoon overlappend ook. Dus hier staan we niet echt van te kijken, hoor. Het zijn ook, je zou kunnen zeggen, dat het zijn twee aanvallen op dezelfde target, maar in dit geval is het niet zo. Het zijn gewoon twee verschillende aanvallen. De gat had groter kunnen zijn, het had ook, zeg maar, overlappend kunnen zijn. Wel grappig dat het dan precies zo'n beetje diezelfde hoeveelheid is.
Ja, dat gebeurt ook wel. Ik weet niet of jullie bekend zijn met hoe je een DDoS-aanval opzet eigenlijk. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor mensen van mijn leeftijd die niet zo in de ICT zitten als ik. Is dat ontzettend ingewikkeld. Die moeten dan ook even bij hun zoon te raden gaan om te vragen van, joh, hoe moeilijk is het eigenlijk om een aanval op te zetten? En dan zegt, oh pap, dat is niet moeilijk. Dat kun je gewoon op Google vinden. Politici zeggen dat je daarvoor naar dark web moet gaan. Dat hoeft niet. Je kan gewoon Google en dan typ je de kreet boeter in. Dat is erg grappig. Boeter. Of stressen. En als je marktplaats DDoS aanval intypt, dan vind je ook van alles. Zo moeilijk is het. Perfecte site. Goede support. Je kan ze bellen. Heel gelikte website. Goede servers. Er zijn allerlei plans voor bijna niks. Tot de gratis brons, zilver, goud, platinum. Weer 5 minuten uitproberen voor niks. Dan kan dat weer ervoor betalen. $25 per maand. Kun je leuke dingen doen. Ja, je kan het ook zelf proberen. Maar ja, even een boete langs is ook wel heel effectief. Het scheelt je een hoop werk. Nou, de jeugd weet dat gewoon te vertellen. Dus ze zeggen, paps, is niet moeilijk. Ik zal het wel even laten zien. Dus voor ons in de productie heeft het geen betekenis. Maar dit heb ik gedaan gewoon omdat het kan. Soms doe je wel eens dingen. Dus van gewoon wat wordt geadverteerd op het internet. Wat zien wij, zeg maar, aan wijzigingen op het internet. Dus ieder heeft een eigen beeld van het internet. Dus ons beeld van het internet is dit. Hoeveel wijzigingen vinden er plaats op prefixen op het internet? Nou, dan kom je. Dit krijgen we dus vanuit de routers. Dat gaat dan door die XRBGP, komt op de bus. Dat komt in Elasticsearch. Dit is denk ik een Grafana-plaatje ook. Maar we kunnen dat in Grafana doen of in Kibana. Net wat je wil. En dan kom je op een 500 wijzigingen per minuut. Dus op een 25, 30 wijzigingen per seconde. Op het internet. Ja, is dat veel? Is dat weinig? Over het hele internet 25-30 wijzigingen. Ja, niet echt, hè? Niet echt veel. Nou, dat kan wel eens uitspringen. Het leuke hier is ook dat je dan een analyse kan doen van wanneer gaat er echt iets mis. Je zou hier zelfs met wat AI-achtige dingen kunnen zien van zijn er partijen lopen die zeg maar het prefixen te jatten of verkeerde advertisements aan doen omdat er in één keer wat bulkachtige dingen, omdat er heel veel wijzigingen plaatsvinden, of gaat er iets stuk op het internet waardoor er heel veel in één keer omgerouteerd moet worden. Dat zou je met dit soort plaatjes gewoon kunnen zien. Doe je wat alerting op de Grafana en had je idee. Zijn er ook andere goede tools voor, maar dat zijn vaak de monolithische tools en dit is dus ja, kijk van kan ik dat hier ook mee? Zeg maar met die simpele scriptjes. En ja, het werkt. Pentagon had nog wat vrij. Nee, dit heb ik allemaal genoemd. Volgens mij is dit de laatste sheet. Wat kunnen we met die messagebus? Daar heb ik al van alles over verteld. En dan heb ik nog eentje over. Ik ben een beetje uitgelopen, excuus ervoor, maar. Ik geloof dat het niet heel erg was. Ik zag niet zes mensen gapen, dus het is hartstikke goed. Als ik gewoon allemaal prefixes announce van deelnemers, Ja. gaat nawas dan stuk? We hebben het een keer zelf gedaan. Kijk, iedere serieuze engineer, dat zit hier in de club natuurlijk, die moet een keer echt iets fout gedaan hebben. Iets serieus fout. Anders hoor je er niet bij, lijkt me.
Dus misschien dat dat ook nog eens een keer leuk is voor zo'n avond als dit. Van wat heb je, wat is er echt een keer serieus fout gegaan? Nou, bij ons, wat wij helaas een keer gedaan hebben. Ik moet dan natuurlijk ook naar mezelf kijken, want ik heb niet voorkomen dat het kon. Ik heb het niet zelf gedaan. Maar is dat wij zo'n beetje al het verkeer naar ons toe getrokken hadden. Dus we hebben, zeg maar, van alle deelnemers alle prefixen naar ons toe getrokken. Dat kan als je dat doet. En we hebben bepaalde deelnemers in de lijst die ook transit zijn voor heel veel andere partijen. Dus als wij zeggen van trek alle prefixen van onze deelnemers maar naar ons toe, dan zijn dat er niet een paar duizend, maar iets meer dan een paar duizend. Als je dat doet, dan krijg je dus ook al het verkeer voor je kiezen. Op zich is het niet erg, hè? Dat kan. Want de route die gaat gewoon door ons systeem en komt dan wel weer uit bij het systeem waar het naartoe moet. Alleen de hoeveelheid verkeer was iets te groot. Dus onze netwerkverbinding kon dat niet helemaal trekken. Zo beter? Doet dit weer? Heel veel beter. Jij was aan het vertellen over dat je al het verkeer door je kanaal had. Toen met dat foutje om alle verkeer aan ons toe te trekken, liep de lijn vol. Dus op zich, als een deelnemer, of als alle deelnemers, of weet ik veel, wie dat probeert, alle prefixen via de wasstraat te laten lopen. Voor de prefixen zelf maakt het niet uit, maar het is maar even hoeveel verkeer heeft zo'n ISP, zeg maar, in gebruik. Als één ISP dat doet, dan lijkt me sterk dat gaat werken. Want dan zou de ISP zelf meer capaciteit hebben dan wij aan schoon verkeer. Dat moet ik nog meemaken eigenlijk. Maar als je zo'n foutje doet dat alle prefix van de hele wereld ongeveer naar je toe komen, dan wordt het een ander verhaal. De black hole wasstraat is dat. Ja, nou een beetje komt door hoor. Het is geen 100% black hole. Maar kijk, als er een terabit doorheen moet en we hebben een paar honderd gig, dan gaat er wel wat mis. Zijn er nog andere vragen, misschien helemaal niet gerelateerd aan de DDoS-wasstraat? Moet je wel eens bewijslast aanleveren? Of zijn jullie daar niet voor? Nee, goede vraag, hele goede vraag. Moeten we bewijslast aanleveren? In principe, we hebben natuurlijk de AVG. En we hebben overeenkomst met onze deelnemers. Dus in principe nemen wij geen verkeer op. Ons systeem inspecteert natuurlijk het verkeer, ook inhoudelijk. Alleen er wordt niks van opgeslagen. Dus we zijn wel verwerker of wat dan ook. Maar voor bedrijfsdoeleind hebben we dat dus ook in overeenkomst staan en dat soort dingen. Komt nog een goede vraag overigens aan. Die pak ik zo op. Dus in principe nemen wij niks op. Dus als er een aangifte gedaan moet worden, wij promoten wel altijd van als je DDoS hebt, doe aangifte. En dan wil je natuurlijk ook bewijslast hebben van wat is er dan aan de hand geweest. En dan zou je dus daar ook data van willen zien. Nou, inhoudelijk verkeer, dus TCP-dumps hebben we niet. We hebben wel voor onze eigen bedrijfsdoeleinden flow data nodig. En die kunnen we ook doorsturen, dus dat wordt bewerkt. Dus daarvan zou je zeg maar wel captures kunnen maken. En dat wordt ook gevraagd. Dus dat kunnen we. De sectorproject waar ik het eerder over had, voorziet hier overigens ook in het doen van aangifte en verwerken. Want als wij weten dat een bepaald aanval een bepaald kenmerk heeft, een DDoS-patroon heeft, dan kunnen wij de gegevens daarvan geanonimiseerd in de DDoS-DB zetten, zoals dat heet. Dan zou de politie kunnen zeggen, en dat gebeurt ook, van we willen van bepaalde type DDoS'en willen we eigenlijk meer informatie hebben. En dan kunnen ze dus vragen, als dus de ISP's, dus de deelnemers, een melding doen van een DDoS, dus niet een aangifte, maar een melding. En dat willen we gaan automatiseren.
Dan kan de politie vragen aan die partij van, willen jullie een aangifte doen? Nou, dan kan een aangifte doen en dan krijg je dus ook gegevens van wie was de target. En dan kunnen wij op basis van het patroon kunnen ook zeggen van, we hebben ook de anonimiseringstabel. Dus we hebben de data niet meer zelf, die zit in DDoS-DB. DDoS-DB heeft geen kennis van source en destination IP-adressen, maar die hebben wij wel weer. En dan zou je die kunnen combineren, zodat een aangifte ook compleet is. En dat is iets waar we aan werken in, met de politie. Zodat ze ook met de meldingen van DDoS een compleet beeld hebben van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. En dan bij specifieke onderzoeken dus gerichter kunnen kijken. Want het heeft geen zin om alle DDoS aanvallen te gaan onderzoeken. Die capaciteit is er gewoon niet. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Okay, mooi. Nou, andere vraag, hele goede vraag, RPKI. In Nederland zijn we heel erg fan van RPKI. Dat is de manier om de prefixen die je hebt als aanbieder, als ISP, die kun je dan signen dat iedereen weet dat deze prefix van mij is. Dat is de RPKI-structuur. PKI zegt al, hè, een soort certificeringsslag met een root en alles onderliggend. En je kan dus valideren, routes kunnen dus valideren, als een prefix geadverteerd wordt en hij is gesigned, of dan die signature die komt valid is of niet. Dat ondersteunen wij ook eigenlijk. Wij gaan binnenkort moeten een router update doen op de OS, maar binnenkort gaan we het ook zelf aanzetten. Veel partijen hebben RPKI aan. En in Nederland zijn we ook heel ver met het signen van de prefixen. Dus als je een prefix gesigned hebt en hij wordt gevalideerd, dan is dat dus wel of niet. Heb je hem niet gesigned, wordt hij ook niet gevalideerd met RPKI, dan wordt hij dus altijd geaccepteerd. Dus een vrijwillige keuze om er gebruik van te maken. Als je zelf een prefix adverteert als bijvoorbeeld een /22, dat is een vrij normale grootte, en je adverteert deze een deel eruit als een /24 naar de NAWAS, dan stuur je dus een kleine blok naar de NAWAS. Dat werkt helemaal top, want dat is more specific, gaat er lekker snel doorheen, en dat werkt. Maar als je die /22 gesigned hebt met de minimum en maximum lengte van de /22 en je adverteert /24, dan is die invalid. Want hij is hij past niet in de signature. En komt hij dus ook niet door op het internet. Dus heel vaak als partijen melden van, joh, ik heb een prefix geadverteerd, maar het werkt niet. Dat is de eerste vraag die we stellen van, of nou ja, we kijken zelf eigenlijk, we kijken op een validator. Het eerste wat we doen is die prefix valid of niet. En dan komen we heel vaak invalids tegen. Kun je twee dingen doen. Een /22 bestaat uit 4 keer een /24. Een /21 uit 8 keer, een /20 uit 16 keer en zo verder. Dus reken maar uit hoeveel /24 er in een /16 gaan. Dus je kan 4 keer een signature opnemen voor dus 1 keer /22 en 4 keer /24, heb je er 5. Of je moet een minimum en maximum lengte zetten. Dus minimum /22, maximum /24. Dan gaat het goed. Als je uit de blok ook iets geeft aan een ander, en daar zit een risico. Dus je hebt een /22, 4 keer /24. Ja, voor IPv6 helemaal fijn. Maar één van de /24's hoort bij een andere partij. En je doet minimum maximum lengte. En die andere partij adverteert hem zonder weet ik veel wat. Of dat gaat niet goed. Dan kan die ook invalid worden. Dus daar moet je altijd wel goed op letten. Wie mag er adverteren? En zijn alle signatures op orde? Dus RPKI is helemaal top. Vooral doen. Maar even opletten als je ook NAWAS zou kunnen gebruiken. Ja, dus als je al die IoT-devices die van de Alibaba binnenkomen en van de... Ja, als je daar nou een lijstje van bijhoudt, van waar het vaak vandaan komt. Maar dat lijstje wordt misschien wel heel erg groot dan.
Maar dat soort ideeën heb je toch wel af en toe? Dat is ook een onderdeel van Dissector. Een van de onderdelen is... nu wordt de vraag wel interessant. Dat gaat verder dan dit. We willen namelijk weten van een bepaalde aanval wat het patroon is van die aanval. En de ene DNS application is de ander niet. En daar zijn we dus mee bezig om te kijken als de source lijst van een bepaalde aanval voor 80% overeenkomt met een vergelijkbare aanval, dan zou het wel eens dezelfde type kunnen zijn. En daar zijn we dus wel mee bezig, want dan zou je kunnen zeggen van, dan zou waarschijnlijk de booter of het aanvalsnetwerk waarschijnlijk ook hetzelfde zijn. Ja, alsjeblieft. Tot de volgende keer. En dan wil je dus zelf af en toe bij een booter wat kopen, om te kijken of je dan daar een aanval van krijgt. Nou, het kan dus interessant zijn als je dus veel dezelfde aanvallen ziet die dus eigenlijk vanuit hetzelfde booter zou moeten komen. Dan kan het dus voor politie heel interessant zijn om daar eens wat meer energie in te stoppen. Om die uit de lucht te zien te halen. Ja, de booter roept natuurlijk altijd, ja, ik was mijn handen in de onschuld. Ik doe alleen maar testen voor mensen die daar echt om gevraagd hebben en doen echt niks als het niet gevalideerd is. Ja, zeker. Nee, dat is ook zeker waar. Geldt voor wapenhandelaars ook. Die zeggen ook, ja, ik verkoop wapens. Maar ik ga er niet over van wat anderen ermee doen. Geldt op zekere hoogte ook voor servers die heel veel plaatjes, image servers. Die je voor heel veel plaatjes ter beschikking stellen aan het internet. Daar kan ook wel eens kindermisbruik mee te maken hebben. Het is wel zo, van als je weet hebt van echt foute handelingen met jouw dienst, dan ben je zelf net zo schuldig. Daar ga je niet meer wegkomen. Dus als jij weet als wapenhandelaar dat jouw wapens vooral voor criminaliteit gebruikt wordt, dan gaat het niet helemaal op die grap. Ja, dat klopt. Oorlog is veel beter. Ja. ja, nee, eens. Dat is legitiem. Vroeger hadden wij een dienst en die heette StudiWeb. En ja. Als het dan proefwerkweek was, dan werden wij gededost. Ja. En dat was in de tijd dat je gewoon je DNS omzetten en dan was de DDoS weg. Nee, maar wat zijn de usual suspects voor DDoS aanvallen? Scholen hoort daar echt wel bij. Oké. Okay. Ja, zeker. Proefwerkweken, examenweken, projectafsluitingsweken zijn vaak slachtoffer. Dus dat is nog steeds wel degelijk aan de hand. We hebben ook een partij die op voorhand al komt. Die zegt van ja, examenweek of proefwerkweek komt er weer aan. We schakelen de navels weer in voor een week. En dan moet je vooral kijken naar het niveau van ROC's. Dus middelbare scholen valt nog wel mee. Maar vooral het niveau van ROC's is schering en inslag. Ja. Dus als kinderen oud genoeg zijn om legaal wat te kopen en ook dus daarvoor gestraft te kunnen worden, dan gaan ze het doen. Slim. Ja, en goed, op ROC, zeker op de ICT-afdeling, leren ze natuurlijk die jongens hoe je dit moet doen. Ja, die gaan het dan vervolgens ook uitproberen. Dus, ja, het is niet duur. Er zit ook nog wel wat logica achter. Ik zie wel van Gerald ook uit hadden moeten nodigen. Want hier is de wat kost erna was. Ja, wat kost daarna was. Nee, dat is niet helemaal van hoe betaal je. Ja, dat is natuurlijk een soort. Ja, ga je gang. Daar zit een filosofie achter. We zijn de stichting voor zonder winstoogmerk, dat is het idee. Het is niet het idee om heel veel winst te maken. Dus wat we willen is vooral het probleem oplossen. Waar we in het begin
toch wel een beetje angst voor waren. Van ja, je zegt dat je een anti-DDoS voorziening bent. Dus dan werk je als een magneet. Dan krijg je ook alle ellende op je af. Die tijd hebben we gehad. We hebben nu voldoende vertrouwen dat we het trucje wel kunnen. Dus de dienst wordt gepositioneerd als een flat fee dienst. Dus je betaalt een eenmalig bedrag per maand. Of een vast bedrag per maand, laat ik zo zeggen. Of vast bedrag per jaar, net hoe je het wil rekenen. Dus een vast bedrag. En een deelnemer valt in een bepaalde categorie. En er wordt gekeken van, naar hoe kun je deelnemers, de ISP's, groot en klein van elkaar onderscheiden. Om toch zo'n eerlijk mogelijk model te maken. Nou, dat hebben wij bedacht om dat te doen op basis van de IP-space van de IPv4. Met IPv6 rekenen we niet, want eigenlijk alles wat IPv6 doet, doet ook IPv4. Zeker aan publieke diensten die gevoelig zijn voor DDoS'en. Dus wij rekenen alleen met de IPv4 adresruimte. Dat rekenen we om naar /24, rekent wat makkelijker. Dus het aantal IP-adressen gedeeld door 256. Daar komt dan een aantal uit en dat bepaalt je deelnemerscategorie. En daar hebben we vijf categorieën in. En de eerste is met 10 prefixen voor €350 per maand. En de grootste categorie is nog niet gelimiteerd, gaat wel veranderen, voor €5.000 per maand. /22 is 4 prefixen en dus de eerste categorie. Ja, wat is een echte ISP? Leer is bij mij een ISP, want dan heb je een autonoom systeem, een AS-nummer. Dat is nog een nieuwe vraag in de chat. Ja, gemiddelde verhouding IPv4, IPv6 bij een doorsnee DDoS. Dat is een interessante vraag. Wij hebben, ik denk nu twee keer in dus 2014, 7 jaar dat we bestaan, een echte IPv6 DDoS gehad. Die SEC IPv6 was. Bij DNS amplifications, als het dan op een hostnaam gevraagd wordt, dan komt de respons wel eens op een IPv6. Maar is eigenlijk weinig. Dus de verhouding IPv4 bij, ten opzichte van IPv6 bij een doorsnee DDoS is 1 op 0. Dus of 100 op 0 of 10.000 op 0, net wat je wil. IPv6 komt zelden voor. Dus doorsnee DDoS. Ik denk dat het is een heel IPv6... goed idee om IPv6 only hosted te worden. Dan krijg je geen DDoS. IPv6 wordt alleen voor serieuze zaken gebruikt, zullen we zeggen. Ja, ik denk dat het, sorry? Ja. Nou, ik moet wel zeggen, de criminelen en de boeters, dus die de diensten aanbieden, zijn op zich ook maar uit op één ding. En dat is snel geld verdienen. Dus daar zit niet per se kwaliteit achter, alleen om zichzelf te beschermen. Dus er zit ook niet echt een drive achter om heel goed te zijn in IPv6, lijkt het. Maar wat hier ook staat, volgens mij is dat ook maar een kwestie van tijd. Kijk, alle hosts zijn ook op IPv4 benaderbaar, wat ik net zei. Dus ja, waarom zou je nou in IPv6 veel energie instoppen als aanvaller, als het je niks extra's oplevert? Nu nog niet. Maar gaan we echt naar IPv6 only hosts toe of delen van het internet? Nou, dan gaat het zeker komen. Het duurt allemaal veel te lang, dat hele uitfaseren van IPv4. Goeie vraag. Incentive niet altijd je prefix naar de waarnaam te sturen. Ja, als je geen bezwaar hebt om elke week een mailtje te krijgen en op een gegeven moment elke dag. Ja, wij kunnen niet dwingen om terug te trekken. We zouden het wel heel fijn vinden als mensen het wat langer willen gebruiken, dat ze dat even overleggen, van tevoren melden. De echte incentive is, we zien het wel vaak gebeuren, dat prefixen langer op de navels blijven. Maar wat wij wel altijd zeggen, en dat kan ook gebeuren en gebeurt soms, is dat een DDoS zo groot is, of zodanig impact heeft omdat die de afhandeling niet helemaal lekker loopt, op wat voor manier dan ook, dat andere prefixen daar last van hebben. Gebeurt soms.
Dus als je prefix onnodig op de wasstraat laat, dan zou het dus kunnen zijn dat je een keer tegenaan loopt dat een andere prefix ervoor zorgt dat je er ook last van hebt. Dus dat is voor nu vooral de reden om het gewoon ook op tijd terug te trekken. Het is een noodmaatregel en geen transit. Tot ziens. Bedankt voor de melding. We zijn er wel mee bezig om een always-on dienst ook te leveren, want die vraag wordt steeds groter. En dat we dus ook schoon en we maken dus, dat loopt wel heel hard, we maken dus de schoon en de vuile kant binnen de navel zelf. Dus op het moment dat je prefix op de wasstraat staat en er is niks aan de hand, zit je aan de schone kant, heb je dus ook geen last van wat eventueel mis zou kunnen gaan aan de vuile kant. Krijg je het dedos in de tussentijd, dan word je verhuisd. Kom je nieuw als prefix binnen, ga je ook naar de vuile kant. Totdat bewezen is dat het schoon was, en dan ga je naar de schone kant. En op die manier willen we voorkomen dat mocht er wat zijn, andere prefixen er last van hebben. En dan kunnen we ook een always-on dienst gaan aanbieden. Dus het zit wel aan te komen dat we het ook gewoon aanbieden. Maar het is nu toch wel zo dat in overleg kan het. Ik bedoel, wij doen bijvoorbeeld de laatste 4 dagen voor de verkiezingen, dan zit de stemwijzer gewoon achter de naam. Ja, nee, dat is wat ik net zei. Dus overleg je het even, dan is er niks aan de hand. De scholengemeenschap die zegt, die meldt even, joh, examens komen er weer aan, we zetten de prefix achter de naam. Die meldt het gewoon en die heeft het nou een paar keer gedaan. En dat is prima. En dan weten we ook waar we aan toe zijn. Dus dat kan. Maar maanden of jaren prefix op de wasstraat laten staan, dat is niet helemaal de bedoeling. Andersom ook niet. Dus een prefix na 5 minuten terugtrekken is ook niet handig. Want als een aanval loopt die langer is dan 5 minuten, dan blijft hij maar klapperen. Ja, dat hebben we ook wel eens, van die grappenmakers. Even kijken hoor, RFC 5095. Ja, check, tot ziens. Ja, ik weet niet. We gaan langzaam in de richting hangen, geloof ik. Van de borrel. Ja, maar we blijven normaal ook altijd heel lang hangen, want het is toch wel gezellig. Ja. Ik vind het prima. Even kijken. RFC 5095 rectificeert IPv6 amplification attacks met type 0 routing headers. Jock, tot ziens. Oh, hij is al weg. Pim? Ja? Partijen zoals Severius, werken jullie daar samen? Of is het echt concurrerend? Severius, boeiende vraag. Hoe moet ik dat goed beantwoorden? In principe is het zo, stel, wij zijn een stichting met een doel. Wij willen, zeg maar, dedos uit de wereld hebben. Mm-hmm. Stel dat er een partij is die zegt, of die blijkt dat hij het veel beter doet dan wat wij doen, voor veel minder geld en veel effectiever. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat de stichting zegt, nou, we hebben ons doel bereikt. Tot ziens iedereen die er vandoor gaat. We hebben ons doel bereikt, want de markt heeft het opgelost. Dus wij zien eigenlijk bedreigende andere partijen niet zozeer als concurrerend, als concurrent. Maar daar heb je natuurlijk wel rekening mee te houden, want er zijn wel investeringen en dit en dat, zus en zo. Op zich in zijn algemeenheid vind ik zelf persoonlijk concurrentie goed. Dat zie je overal. Supermarkten, noem het maar op. Zo werkt nou eenmaal marktwerking. Concurrentie zorgt ervoor dat kwaliteit verbetert en kosten omlaag gaan. Ja. Tenzij je een soort nutsvoorziening wordt. Een SEDN.nl registry is niet handig om dat in een concurrerend model te hebben. Een RIPE-achtig die IP-adres uitdeelt is niet handig. En wij zien onszelf daar een beetje tussen. Dus bijvoorbeeld de tapdienst die we ook hebben, ja, kun je ook in een concurrentieachtig iets doen, maar dat wordt wel een lastig verhaal. Er zijn met scrumming centers zijn er concurrenten voor de NAWAS. Je hebt natuurlijk de grote partijen, een Akamai,
Google Cloudflare. Dat zijn echt de grote concurrenten. Daar kunnen wij toch niet aan tippen. Dat zijn hele andere. Dat zijn content delivery netwerken. Op dat niveau spelen wij toch geen rol. En partijen als een Severius of een Link 11, geloof ik. Dus nog een andere partij. Ja, die kun je als concurrent zien. Ja, is dat erg of niet? Ik denk dat zij ons meer als concurrent zien dan wij hun, overigens. Nou ja, goed, kunnen elkaar ook steunen. Ja, nou dat is wel, de verstandhouding in het begin was niet zo best. Maar er is wel toenadering gezocht. En helaas kwam ook de corona ertussendoor, want we hadden ook wat fysieke meetings waar we elkaar zagen en opzochten. Wij kunnen elkaar wel aan, zeg maar. We kennen elkaar en we mogen elkaar ook wel wat dat betreft. Ja. Severius was in de begintijd niet zo sterk als in de hostingmarkt. Ging ook wel echt rotzooi doorheen. Ik denk serieus dat ze daar echt aan de slag in gemaakt hebben en een serieuze speler zijn. Die ook probeert serieuze diensten te leveren. Eerlijk gezegd, ik heb dus niks met echt de bad hosters. Nee, dat is ook vanwege de rol met de andere diensten die we hebben. Maar daar zie ik Severius duidelijk niet onder. Het is vanuit het perspectief van een hosting provider een beetje raar als je zo'n dienst gaat afnemen van je concurrent. Ja, dus dat doe je liever bij een stichting, vanuit mijn optiek. Ja, ja nou dat is. Ik denk dat heel veel partijen dat beamen. En de Cloudflares en zo, die hebben naast dat ze een soort van scrubbingdienst leveren, ook nog allerlei. Ja, hoe zeg je dat? Misschien niet zo hele vriendelijke voorwaarden over wat ze verder met die data doen. Ja, ja. Hè, dus, nou, die gaan vooral naar Amerika waarschijnlijk. Nou ja, NBIP is een Nederlandse stichting en ik weet dat het onder het Nederlands recht valt. En dus helemaal ook onder de Nederlandse AVG en de Nederlandse enzovoort. Ja, wordt ons ook gevraagd van kunnen we niet een vergelijkbare dienst ook doen? En daar gaan we ook mee komen. En dan zeggen wij, ja, maar je hebt toch Cloudflare, waarom zouden wij dat doen? Ja, omdat het in Europa blijft. Ja, een goede vraag is wel, tapt de AIVD bij jullie? Aan de inkomende kant? Bij ons? Nee, bij ons niet. Ja? Niemand tapt bij ons. Kijk. Nee, als het wel zo was, zou ik het ook niet zeggen natuurlijk, maar goed. Nee, of wij in de tapdienst tap zetten voor... AIVD, nee, wat zou kunnen gebeuren is dat de AIVD, en misschien zou dat wel positief zijn als het wel zo was, het ongefilterde verkeer tapt. Oh zo, dus op de NAWAS. Nee, dat zal nooit gebeuren. Nee, voor nooit de NAWAS. Dus fijn die anderhalve terabit aan verkeer gewoon. Nee, als ze dat willen, dan zullen we het verkeer wat gefilterd wordt vooral doorsturen. En het verkeer wat niet gefilterd wordt, is doorgelaten, juist niet doorsturen. Nou, ja, succes ermee. Nou, dat zou op zich wel mooi zijn. Nee, we hebben natuurlijk de twee diensten. Hè? Dus we weten heel goed hoe tappen werkt en dat soort dingen. Mm-hmm. Die diensten zijn ook volledig gescheiden bij ons qua techniek en infrastructuur. Niet qua bemensing overigens. Maar het zal nooit kunnen gebeuren, daar hebben we ook zeg maar, met de overeenkomst en de eerricht van de NAWAS rekening mee gehouden. Het zal nooit gebeuren dat de AIVD bij de NAWAS kan gaan tappen. Dat is uitgesloten. Ik denk dat we nog eerder de stekker eruit trekken dan dat we dat gaan doen. Kijk, dat is mooi. Ja. Nee, nou, volgens mij is er ook geen juridische basis voor tapverplichting bij jullie. Nee. Daar hebben we echt goed naar gekeken. Hetzelfde als het tappen op AMSIX bijvoorbeeld. Dat er geen juridische basis voor is, niks, hè? Nee, maar wat is het? Connectie naar de SIOT, daar moet wel een juridische basis voor zijn, volgens mij. Ja, wij weten heel goed hoe dat zit natuurlijk. En we hebben daar ontzettend veel ervaring in. Dus wat wel en wat niet kan. Dus wij weten ook wel, we kennen ze heel goed natuurlijk.
Dus wij weten ook echt wel hoe we ze wel goed op weg kunnen helpen, mocht überhaupt ooit die vraag komen. Maar dat is echt uitgesloten. Ik denk dat er eerst dan een beetje storing plaatsvindt. Zodat iedereen weet wat er aan de hand is. Want we mogen het niet vertellen natuurlijk. Voordat we dat zouden gaan doen. Ja, we hebben nog een spreker op ons verlanglijstje staan. Die nu op een bepaalde positie werkt. Waar een bepaalde prins eerst werkte. En heet B met voornaam en H met de achternaam. Precies. Mm-hmm. Ja, die mag natuurlijk ook niks zeggen. Ja, maar die moet je voor het Galileo verhaal vragen. Wat? Voor het Galileo verhaal. Die heeft ontzettend veel... Galileo, dat is ontzettend... Ja, hij is met hele leuke tijd. Dingen bezig. Hij heeft geen tijd om te komen. Ja, dat snap hij ik ook. Tijd. Nee, dat snap ik. Dus... Ja. Als je nog een chantagemiddel hebt om hem bij ons te komen laten praten, dan raad ik je van harte aan om dat te gebruiken. Oké. Maar... hoeveel collega's heb je eigenlijk? Technische collega's? Wij zijn binnen SVS net dan, hè, met 12 man. Mm-hmm. Dus 11 collega's. En op de, dat is dan onderverdeeld in een soort eerste lijn. Dus die doen de meldingen die binnenkomen, rapportage verzorgen en dat soort dingen. Dat zijn er 5. Dan hebben we 2 echte softwareontwikkelaars. Een businessman. Kijk, zeg het goed. Nee, alle ondersteuning wordt door 5 man gedaan. En dan voor projecten waar ik zelf dan ook zit met de 2. En 1 voor de administratie. Ik weet niet of dat klopt, dat verhaal. Wat ik interessant vind daaraan is, hoe doe je zeg maar je 24/7 bemensing? Wordt lastiger. Je bent niet zo heel erg groot. Nee. Dus je moet het op een of andere manier verdelen. Ja, klopt. En wat we nu een systeem hebben, is dat we elke weekdag neemt iemand de waarneming van de avond en nacht op zich. En het weekend roleert dan over de pool van 5. Op dit moment. Mm-hmm. En we hebben daar ook wel een... gaan we dus een stuk in bouwen dat als je dus in de nacht bezig geweest bent, dat je dan overdag vrij bent. Zodat je kan bijslapen. Ja. Als het druk is geweest. Hè? Er zijn ook wel nachten dat er niks gebeurt. Maar eigenlijk komen die niet meer voor. En het wordt steeds drukker. Dus we gaan op een moment ook komen. We komen op een moment dat we naar een 24/7 bemensing op moeten. Maar dat wordt lastig. Ploegendienst, daar is eigenlijk te weinig werk voor. Dus we zoeken het nu vooral in de automatisering van wat er gebeurt. En dus zoveel mogelijk correcte informatie krijgen in het NOC van wat er aan de hand is. En we zijn er al een heel eind. Dat we vrij nauwkeurig kunnen zeggen van er is een DDoS ja of nee. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat partijen allerlei prefix op de navel zetten die niks doen. Ja, prima. Maar daar hoeven we eigenlijk ook niks mee te doen. Maar wordt er vaak gebeld dan nog, 's nachts? Nee, nooit. Ja, want wij sturen gewoon een mailtje en dan spreken we de volgende dag wel als het nodig is, zeg maar. Nee, vooral de geautomatiseerde systemen, die doen het 's nachts. Die krijgen 's ochtends een mailtje van zijn DDoS-aanval geweest. Die mensen weten het zelf ook niet. Ja. Die op de navel gezet. En fijn. Dat is nog wel een vraag die ik had. Want wij hebben geen Flowmon. Nee. Want dat is duur voor de hoeveelheid DDoS'en die we krijgen. Dus wij herkennen de DDoS zelf en dan zetten we met de hand gewoon die prefix over. Ja. En er zijn dus van die mooie S-Flow systemen die dat kunnen doen. Is daar nou al een open source ding voor? Ja, staat in de chat. Fastnet. Ja, Fastnet. Werkt dat een beetje? Ja, dat schijnt heel goed te werken. Wij hebben het ook draaiend gehad, maar voor ons werkt het niet. Omdat het werkt min of meer out of the box, zeg maar. Dus je zet het aan, je installeert het en dan moet het zijn gang gaan.
Maar wij zijn wellicht als veel anderen ook willen we toch graag wel alles weten. En we zitten heel erg in de techniek en eigenwijs en zo. En we willen er bovenop zitten en willen precies weten wat het doet. En we willen allerlei knopjes hebben. Daarom zijn die dingen waar we natuurlijk mee begonnen. Hè? Dit soort apparaatjes. Dit zijn natuurlijk hele leuke dingen. Ja. Daar kun je gewoon allerlei dingetjes in stoppen. Hier heb ik ook zo'n dingetje. Dit ligt op mijn bureau gewoon. Hè? Dit en dit. Aha. Ja, ik weet niet. Dit hier ben ik ook mee bezig. Oh ja, leuk. Ligt hier gewoon. Hier ligt ook batterijen. Batterij. Ja. Batterij. Ja. Dongeltje. Wat ligt hier allemaal? Ja, dus ik wil gewoon aan de knopje zitten. Zo. Fastnet, want die detecteert en die doet. En daar kun je niet aan draaien en zo. Dus dat is irritant. Maar dat werkt op zich wel automatisch. Ja, ja. En dat is gewoon een stukje open source software wat je ergens op draait. Ja. En waar je flow. Oké, want we zouden dat prima 's nachts aan kunnen zetten. Ja. En dat we overdag alsnog dingen met de hand doen, zeg maar. Ja. Wij hebben dat probleem ook namelijk, dat we geen 50 man hebben, zodat we gewoon kunnen zeggen, iedereen 1 week in het jaar stand-by dienst. Hè, maar... Ja, ja. En nu is het zo dat er dan iemand uit bed gebeld wordt door de klant. Ja, maar Fastnet, man weet heel goed, de rapportage vind ik daar een stuk minder van. Mm-hmm. Want dat gaat via rapportage, dat kan je via InfluxDB naar Grafana doen. Als je de open source variant pakt, moet je wel dat soort dingen zelf bouwen. Maar als je daar niet bang voor bent, dan werkt het prima. En grafieken, je krijgt er ook prima grafieken uit. Alleen wat wij er zouden willen doen, we willen dan monitoren op een IP-adres en eigenlijk alle protocollen zien. En welk protocol was dat dan? En dan analyse doen op per protocol het hoeveelheid verkeer. Ja, dat werkt niet lekker met Grafana. Dus dan vallen we toch weer terug op de Flowmon die we zelf hebben. Ja. Ja, maar dat is een hele andere use case voor jullie dan voor een ISP of een hoster. Exact. Want wij gooien het over de schutting en daarna krijgen we van jullie wel een mooi overzicht van wat het was. Precies. Dus als je dat koppelt, dus die Fastnetmon met een InfluxDB en een Grafana, krijg je gewoon je verkeersstatistieken. Dat kun je per host ook nog zien. En dat werkt prima. En daar is het ook prima geschikt voor. En dan werkt het ook. Oké. Nou, moeten we dat maar zo doen. Wordt ook redelijk wat gebruikt, hoor. Dus je zal zeker niet de eerste zijn. Nou ja, het is ook zo dat je implementeert het op een gegeven moment. En dan kijk je er gewoon 5 jaar niet meer naar, want het werkt. Ja. En dan... Oké. Oh. Ik zou dat kamervraag beantwoord. Dit is een hele interessante kamervraag van de DDoS-aanval op de Belgische overheid. En dat was volgens mij de min of meer de vraag van, kunnen we daar in Nederland ook last van hebben? Nou, dan krijg je een antwoord. Nou, als je dit onderwerp interesseert, zou je het antwoord maar eens moeten lezen. Dat is grappig. Het antwoord... de informatie die wij krijgen over hoe het gesteld is met DDoS-aanvallen in Nederland, zijn afkomstig van de NBIP. Ja, lees het rapport maar. Wel, mooi toch? Ja, dat is wel goed, denk ik. Ja, Chris heeft ook een goede optie. Als je niet zeker... Nou, het geen domme opmerking eigenlijk. Als je het niet zeker weet, gooi het maar over de schutting. We hebben het wel eens gehad. We weten niet zeker of er nou onder aanval ligt, maar er is een server die er last van heeft. Kunnen jullie meekijken? En dan zeggen we ook van, ja, gooi het maar even over de schutting. We hebben namelijk ons tweede mitigatiesysteem, kan ook intrusion detection doen en dat soort dingen. Dus ook al is het niet specifiek een DDoS aanval, zou het ook nog eens kunnen helpen door het via de NAVAS te laten leiden om die dingen eruit te halen. Oh, hij heeft dat wel eens gedaan hoor. Gewoon een hop in de DDoS gooien. Gewoon naar de NAWAS. En dan daarna zien dat het alsnog gewoon heel erg veel legitiem verkeer is. Ja, dat kan. Maar goed, dan weet je ook waar je naartoe bent. Dat is wel goed, denk ik, om te benadrukken. Ook altijd in zo'n praatje. Echt legitiem heel veel verkeer is geen denial of service attack. Maar kan wel je service kapot maken. Ja...
Dat resulteert in een denial of service attack. Het is alleen een legitieme DDoS. En je hebt natuurlijk malicious DDoS. Ja. Maar je hebt ook een legitieme DDoS. Ja, te weinig capaciteit is ook een DDoS. Ja, gevolg dan. Blijft. Is dan een gevolg. Het blijft een DDoS. Je service is onderuit. Ja. Oh nee, ja, je wilde het ook ergens. Volgens mij was het in het begin van de coronatijd ook met meldingen, of ik weet niet meer, met de meldingen, dat je meldingen moest doen of wat dan ook, of met de testen, ik weet niet meer precies. Volgens mij was toen ook een aanval en ik kan hier niet zeggen of wij ingeschakeld zijn of niet, maar toen was wel onderzocht van, hey, is dit een DDoS? Maar dat bleek dus helemaal geen DDoS te zijn, maar gewoon heel veel verkeer. Hartstikke ja. Goed. Ja, het gebeurt. En zeker in zo'n paniek situatie, ja, dan probeer je van alles te doen. En dan kan er iets misgaan met de sizing. De politie heeft het ook een keer gehad. Op de politiewebsite hadden ze een plaatje van een vermist iemand gezet. En alleen dat plaatje hadden ze niet gedownscaled voor de website. Dus die was 2 megabyte groot, geloof ik. Compactie! Politiewebsite onderuit. Ik kan het me goed voorstellen. Ja. Ik had nog wel een andere vraag. Ja, maar ik had er alleen in de chat gezet. Oh, waar dan? Oh. Ah. Nou, je had het over intrusion detection. Welke gebruiken jullie? Als dat vrijgegeven kan worden. Stuur even een mailtje anders. Nou, dat laat ik Koen wel doen. Ja, zijn mag ook. Je hebt nu AMSIX, NLEX en DC Spine. Die DC Spine voor het afleveren. Die is volgens mij recent erbij gekomen. DC Spine? Ja. Zit daar? Nee, er zit al een tijdje bij. Nou ja, een paar jaar. Ja, een paar jaar. Ja, ja, dat noem ik recent. Oké. Okay. Ja, maar de NAVAS bestaat ook nog maar net. Wel, ja, precies, dat klopt. Wat is het criterium om zeg maar zo'n partij toe te voegen? Want kost je wel veel infrastructuur bouwen? Goeie vraag. Ja, het is vooral het potentieel aan klanten wat er gebruik van gaat maken. Ja, dus DC Spine kwam zelf van, hey, interessant dat NAVAS, willen we ook. Daar hebben we daar een aantal keer ook een regio-sessie bij elkaar. Hebben we dus ook serieus werk van gemaakt. En we regio-sessies gedaan. Dus samen met DC Spine zijn we het land ingegaan. Hebben we 4 of 5 sessies gehad om het verhaal te vertellen van DC Spine. Hoe goed zij zijn en van de NAVAS hoe goed wij zijn. En in die combinatie hebben we gekeken van, ja, kunnen we dan samen op, zeg maar dan, ook die dienst promoten. En dat werkte wel. Dus op die manier kan dat toegevoegd worden. Zo voegen we ook, zeg maar, want dit is in Nederland. Zo zitten we ook in Londen met de links en in Italië. En uit Italië kwam heel veel vraag van, we willen dat ook. En ook heel veel energie van ja, wij kunnen onze achterban aanspreken om er ook gebruik van te maken. Dus dan is het een beetje samen op verhaal. En daar hebben we dus de drie EXP's die er zijn aangesloten. Van de Duitse markt bijvoorbeeld, zeggen we, ja, die is toch heel erg op zichzelf. Dus die willen we wel graag ook erbij. Maar dat heeft niet de hoogste prioriteit. Tenzij er een aantal partijen komt die zegt, ja, we willen hier in Duitsland ook de NAVAS gebruiken. Ja, dan gaan we op de D6 aansluiten. Dus het hangt een beetje van de vraag af. Dan moet je echt appliances in Duitsland neer gaan zetten waarschijnlijk. Nee, niet per se. Want dit zijn de afleverpoorten en het verkeer komt binnen in Amsterdam en levert dan af op de EXP's in het buitenland. Dus dat doen we in Londen, Italië nu ook. Daar zit wel een detail in. Ja, Chris, wat je zegt. Hè? Duitsers willen het graag met Duitsers doen. Maar er zit ook wel, een beetje de angst, ja, een Nederlandse partij.
Hoe kan dat nou goed zijn? Maar als je een schaap over de dam hebt, dan volgen er vaak meer. Dat speelt hier ook wel. Dus dat zien we wel. En als we echt zeg maar in het buitenland gaan opereren, is er wel zeg maar een latency dingetje. Van ga je het verkeer wat in het buitenland, voor het buitenland bedoeld is, eerst naar Amsterdam halen en dan weer terug. Nou, dat proberen we met wat trucs om te kijken van als het verkeer lokaal is, blijft het lokaal. En alleen het echte transit, het buitenlands verkeer, om dat via de NAVOS te doen. Dus daar zijn we wel mee bezig. Ik moet zelf ook eigenlijk stoppen. Want er zijn hier mensen. We hebben Nederland allemaal banken. En die doen volgens mij niet mee, hè? De systeembanken niet. Nee. Dat is toch gek? Ja, eens. Nee, dat heeft niks te maken met techniek of wat dan ook. Dat heeft met andere aspecten te maken. Oké. Ik denk dat we het maar eens moeten afronden dan. Nou ja, goed, als jullie tot 1:30 doorgaan, dan, ik weet niet of er nog nabranden zijn, maar dan, dat kan ook altijd per mail. Mijn mailadres is niet zo heel moeilijk. Begint met Pim en dan iets met MBP en dan weet je het wel. Of SVSnet. Dus daar hang ik ook op en dan mogen jullie blijven als je het niet erg vindt. Goed, leuk, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.